Wij hebben nog 16 kweekkoppels zitten en een vliegploeg van 20 duivers en 20 devinnen. Dus dat zijn er 40 die jaars en oude duiven die in de vliegploeg zitten. En dan in het totaal een goeie 80 jonge duiven. Ja, we hadden Ella natuurlijk, hè, zoals die is dan verkocht. Dat was fantastisch om die duif zien thuis te komen. Dat was iets speciaals om die zien thuis te komen, hoe snel die binnenliep. We hebben natuurlijk een halfzus die het ook heel goed doet. Die vliegt zuiver 7 eerste prijzen zonder dubbelingen. Dat is ook al een heel prestatie. En dan hebben we nog een ander oude devin van 2018, die dit jaar erin slaagt om 6024 kilometer prijs te vliegen. Die heeft 14 vluchten gedaan, waarvan ze er 13 op de uitslag stond. En van die 14 vluchten zijn de 10 nationale vluchten op de grote halve fond. Dus dat is een duiven die, ja, daar kijk je naar op. Daar heb je eerbied voor. Voor alle duiven, maar voor zo iemand, ja, dat is een atleet. Daar kijk je gewoon naar op. Dat is graag om die zien thuis te komen. De duivensport betekent voor mij op dit moment vrij veel. Heeft dat altijd wel betekend, de duivensport. Maar nu is dat toch wel speciaal, gewoon door het feit van die opstart. Als je realiseert, je begint terug van nul, echt van nul. Je hebt geen duif, je hebt niks, je begint terug. En na 3 jaar, amper 3 jaar, heb je dat soort successen dat op dit moment is. Ja, dan betekent dat heel veel. Ook, dus de duivensport is enorm geëvolueerd. In mijn vorige duivenleven, zei ik altijd, tot 2005. En dan 13 jaar later, er is echt heel veel veranderd. In de positieve zin en in de negatieve zin, maar er zijn ook dingen die in de positieve zin veranderd zijn. Maar voor de rest, dat betekent echt wel veel, ja. Nee, ik heb altijd duiven gehad, samen met mijn vader. En als die gestorven is, ben ik zelf beginnen gaan met de duiven te spelen. En in hetzelfde jaar dat mijn vader gestorven is, in 1983, ben ik dan samen met mijn broer gaan verder spelen. En heb ik een goeie maand na mijn vader zijn overlijden wel een van de mooiste overwinningen gehaald die ik al gehaald heb. En dat was een provinciale overwinning uit Châteauroux. En dat was, ja, dat was natuurlijk extra emotioneel geladen, een maand na het overlijden van uw vader. Dan achteraf ben ik verhuisd. Heb ik een paar jaar gespeeld zonder een platte prijs te spelen, om te zeggen. En dan in 1987 ben ik verhuisd naar deze locatie. En zijn we beginnen samen te spelen, mijn broer, samen met een vriend Walter de Vos. Onder de naam Klaas de Vos. En toen heeft het een aantal jaren goed gegaan. Echt goed gegaan op snelheid. Ook al een keer op de kleine halve fond en ook al een keer op de zware halve fond. En toen hebben we ook het geluk gehad, mag ik het zo wel noemen, om een eerste prijs nationaal te spelen in de dubbeling bij de devinnen. We hadden toen 3 devinnen staan op zo'n nationale vlucht en eentje daarvan vliegt dan in de dubbeling van de devinnen, een eerste prijs nationaal. Wat ook fantastisch mooi is, maar dat, ja, dat was heel goed. En dan hebben we in 2005 zijn we gestopt. In 2005 hebben we alles weggedaan, wegens te veel en te druk. Dat lukte niet meer. Heb ik alles weggedaan, alle hokken weggedaan. Ik had geen drinkpot meer. Een paar jaar niet meer met duiven bezig geweest. En dan zo langzamerhand terug beginnen gaan te kijken. Walter was beginnen met duiven te spelen. Die speelde in Barcelona. Dat was altijd bijna een straatfeest als de duiven gingen opwachten. En dan ben ik bij Lambrechts-Lismont verzeild geraakt. En bij Wouter en Pascal, Kumpen Schepers. En daar dan naar de duiven gaan beginnen te kijken. En dan op den duur al een keer mee gaan inkorven. En dan zaterdags de aanmeldingen doen en zo. Allee, ik was heel veel met de duiven bezig, maar dan bij liefhebbers die heel hard speelden. En dan uiteindelijk begon het toch alsmaar meer gaan te kriebelen. Ik heb er trouwens ook de eerste nationale souterrain zien thuiskomen als eerste. Dat is ook een heel apart verhaal. Dat nu te lang is om te vertellen, maar... En dan in 2017 begon dat zo in mij op te komen van, zou ik niet terug opnieuw beginnen? Maar dan moest ik echt van nul terug opbouwen. En dan zijn we dat toch maar aan begonnen. Toen was het niks meer?
hier was niks meer, niks meer. Geen drinkpot, geen nestschotel, niks meer. Alles was weg. Dan hebben we alles terug beginnen op te bouwen. Heel veel hulp gekregen, heel veel sympathie gekregen van liefhebbers. Ik heb bij Walter, zijn schoonvader, in een hangar het hok opgebouwd. Alles zelf in elkaar gestoken. Dan alles naar hier verhuisd en hier neergezet en volledig afgewerkt. Ik heb van heel veel liefhebbers duiven gekregen. Van David Tournel, waar ik heel veel steun aan heb en veel advies van krijg. De eerste duif die ik op mijn hok had, was een duif van David Tournel. En dat is ook de vader geworden van Ella, de eerste asduif nationaal op de kleine halve fond bij de ouderen in 2020. En dat is toch wel, ja, dat is toch ook wel opmerkelijk en speciaal, dat je van zo'n liefhebber één duif krijgt bij de opstart. En dat juist dan de vader wordt van zo'n duif. En nu Walter, die ontfermt zich over de kweek. En Freddy, mijn broer, die doet alles en nog wat met de duivensport te maken heeft, van de verzorging tot en met. En ja, de sterkte van het hok is eigenlijk dat we dat met drie doen. Het staat wel op mijn naam. Dat is ook een bewuste keuze geweest. We hebben dat overlegd en zeggen van nee, hou het maar op uw naam. Dus het staat op Eddie Klaas, maar eigenlijk zijn we het onder onze drieën die maken wat dat is. Ja, er is een heel leuk voorval eigenlijk wel afgelopen seizoen. Dat was een jonge duif die heel goed aan het presteren was. En op een zekere zaterdag komt zij niet thuis. Ah, het is een hij. Hij komt niet thuis. En op zondag krijgen we bericht dat hij in Opgelabek zit. En we zijn die duif dan gaan halen in Opgelabek. En de week nadien, op zaterdag, vliegt hij terug naar de eerste prijs. Dus dat vond ik wel opmerkelijk. Ja, die heeft hem echt fout gevlogen. Het verstand gaat om snel even ergens binnen te lopen en dan nog zo verstandig genoeg om binnen een brave liefhebber binnen te gaan. Maar de week nadien vliegt hij terug in de eerste prijs en dat is wel zalig. Hij is trouwens ook asduif geworden, dus plezant. Op de duiven opwachten is altijd een spannend moment. En nu zeker, je weet, als je het wilt weten, weet je perfect wanneer ze er ongeveer moeten zijn om echt vroeg te zijn. Dat is altijd even bang afwachten. En ik zeg altijd, dat is de belangrijkste bijzaak van de wereld op die moment. Dus hier mogen veel mensen komen kijken, maar dan moeten het supporters zijn. Dan moet het geen zeveraars zijn die zeggen van oei, het is al 5 minuten te laat en geen prijs. Daar heb ik geen behoefte aan, dat moet allemaal een positieve noot krijgen. En het is altijd bang afwachten, want of je nu 1 duif meegeeft, of je geeft er 10 of 50 mee. Er zijn altijd een paar duiven waar dat je van zegt van die zou ik graag zien komen. En dan is het van ja, ze zijn er of ze zijn er niet. En dan als ze er niet zijn, dan is het bang afwachten. Ja. Het is spannend, maar een gezonde spanning wel. Ik verwacht voor 2021 wel een vrij normaal seizoen. Omdat met de corona, al de maatregelen die genomen zijn voor corona, ook voor het inkorven en het terugbrengen van de klokken. We hebben vorig jaar toch een heel parcours afgelegd om dat later te lukken. En dat is ook gelukt, dat is heel goed gelopen. Ik denk dat we de kennis en de stand van zaken, ook het standpunt van de mensen, hoe ze er tegenover staan, dat ze wel verstandig genoeg zijn om zich mooi te houden aan de afspraken en dat die inkorving en het spelen met de duiven een vrij normaal verloop zal kennen in 2021. Daar ben ik op dit moment wel vrij zeker van. Ja. Vorig jaar dat zal altijd een uitzonderlijk seizoen blijven, 2020, door de corona, door de prestaties die er geleverd zijn. Als je elk weekend minstens 1 eerste prijs speelt, dat is uitzonderlijk. Dat is iets dat weet je, dat valt alle jaren niet voor. In 2021, wat verwacht je? Je verwacht het beste. Wat het gaat zijn, is niet in te vullen. Dat hangt van zoveel factoren af. Maar ik hoop dat het niet van het ene uiterste naar het andere zal gaan, maar dat het dat aangenaam plezant blijft. Dat vind ik altijd, dat is een belangrijke in de duivensport. Het moet aangenaam plezant blijven. Het mag wel eens tegen zitten, maar dan nog, het moet. Ja.